Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Er is wat mist aanwezig boven Nederland. Dat ziet de satellietfoto niet. De satellietfoto ziet wel wat hoge sluierwolken. En daar hebben we vooral vandaag mee te maken. Want nevel en mist zullen in de loop van de ochtend wel oplossen. En daarna schijnt de zon geregeld. Maar hebben we dus wel die hoge sluierwolken. Vanochtend 11 tot 14 graden. Vanmiddag is het zeer zacht. Het wordt 18 tot 21, misschien plaatselijk wel 22 graden in het zuidoosten. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur iets achter. En we houden een mix van zon en vooral veel hoge sluierwolken. Er staat niet veel wind. Ook vanavond niet. Zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond lang temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden. Uiteindelijk koelt het in de nacht af tot net onder de 10. Dan morgen toch een ander weerbeeld. We beginnen nog met een beetje zon, maar van het westen uit raakt het bewolkt en er gaat ook wat regen vallen. In de namiddag en avond klaart het weer op. Het wordt 13 tot 15 graden en er staat duidelijk veel meer wind uit het zuidwesten. Waait het matig tot krachtig bij zee en windkracht 6. Zondag nog niet veel verandering, temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Misschien in het binnenland een bui, maar verder ook wel af en toe wat zon. Maandag is het op de meeste plaatsen droog. Een stevige noordwestenwind zorgt voor lagere temperaturen. En vanaf dinsdag komt het kwik weer in de lift. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.